Als je dan kijkt naar wie die klokkenluiders dan zijn, dan blijkt dat dus bovenmatig vaak te gaan om mannen van middelbare leeftijd. Het loopt meestal niet goed met ze af. Waarom zetten klokkenluiders hun leven voor ons op het spel? De Universiteit van Nederland presenteert onderzoeksjournaliste doctorandus Margot Smit. Een journalist kan niet zonder bronnen. En waar vinden wij die bronnen? In papier vinden we bronnen. In archieven. Bij collega's vinden we soms bronnen. Een van de bronnen die de laatste jaren wel erg zichtbaar is geworden, bijna letterlijk ook zichtbaar in sommige gevallen, dat is de klokkenluider. In het Engels noemen ze hem een whistleblower. Ik denk altijd, dat hoor je niet zo goed, fluitje. Maar een klokkenluider, dat... Kent u deze man? Wie van u kent hem? We zien een paar handen. Een paar handen. Niet veel, hè? Dat is niet zo gek op zich. Dit is een journalist. Glenn Greenwald. Dat is hem nou. Ja, dat is hem nou. Glenn Greenwald. Ja. Journalist van tot voor kort The Guardian. Hij was eerst columnist. Hij had een blog. Van origine is hij advocaat. Hij heeft rechten gestudeerd. En toen hij 17 was, wou hij in de gemeenteraad. Van de stad waar hij woonde. Dat was een beetje, zei hij later ook, de schuld van zijn opa. Hij heeft het ook niet gered. Glenn Greenwald. Zijn hoofd zal voor altijd verbonden zijn met deze man. Komt hij aan, hoor. Hij komt echt. Hij komt echt. Eentje terug, eentje terug. Komt goed. Deze man, die kent u wel, hè? Edward Snowden. Edward Snowden. Het is opvallend dat u hem kent, want doorgaans komt de klokkenluider toch niet zo in beeld als met Snowden is gebeurd. Edward Joseph Snowden. Ik heb het nog even opgezocht. 21 juni 1983, geboren in North Carolina. Studeerde van alles en nog wat en maakte het nooit af. En ging in 2006 werken voor de CIA. En in 2009 ging hij via het bedrijf Dell werken bij de NSA. En later via een consultancyfirma nog wat langer bij de NSA. De National Security Agency. Hij zag daar van alles. Het beviel hem niet. Hij pakte zijn biezen nadat hij eerst een aantal computerbestanden had leeggetrokken. En op 20 mei 2013 stapte hij in het vliegtuig naar Hongkong. En op 5 juni maakte de wereld kennis met de verhalen van Edward Snowden. Nobody is listening to your telephone. That's not what this program is about. Het afluisterschandaal in de Verenigde Staten wordt vervolgd. Want de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... Edward Snowden. ...heeft nog veel meer documenten doorgegeven. En dus goed voor nog tientallen nieuwswaardige verhalen. Het is een jongen van 29, jong dus, die een goede carrière aan het doorlopen was binnen die inlichtingendienst. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model. We can and must be more transparent. De Britse krant The Guardian is door de overheid onder druk gezet om informatie van de klokkenluider te vernietigen. Klokkenluider Edward Snowden. Hij vertelde ons over de afluisterprogramma's die de Amerikaanse overheid op zijn eigen burgers en op burgers elders in de wereld loslaat. De Engelse inlichtingendiensten doen eraan mee. We weten inmiddels ook dat de Nederlandse inlichtingendiensten ermee werken. We weten dat over de hele wereld de privacy van mensen toch niet zo heilig is als wij graag denken dat die is. Glenn Greenwald kwam met hem in contact langs een omweg. Aan het einde van 2012 had Snowden besloten dat hij klaar was met wat hij vond praktijken van zijn eigen overheid waar hij niet mee kon leven. Hij zond een e-mail aan Glenn Greenwald. En Greenwald snapte van die hele e-mail niks. Die dacht, heb je er weer zo een. Greenwald schreef in die tijd voor The Guardian over privacy.
En die kreeg die e-mail en die dacht, laat maar. En er kwam nog een e-mail en hij dacht weer, laat maar. En toen dacht Snowden, ik moet het anders aanpakken. Want die man die wil niet naar mij luisteren. En die vond een Amerikaanse documentairemaakster, Laura Poitras. In januari 2013 stuurt hij haar een e-mail en zij begreep het wel. En zij zocht contact met hem en zocht vervolgens contact met Greenwald. Want Snowden wilde contact met Greenwald. En de twee hebben gecorrespondeerd met Greenwald en hebben uiteindelijk een afspraak met hem gemaakt. En toen Greenwald op 20 mei in het vliegtuig naar Hongkong stapte, stapte aan de andere kant ook Poitras en Greenwald in het vliegtuig en die hebben elkaar daar ontmoet. Ik heb Greenwald mogen interviewen, zoals u inmiddels gehoord heeft. Ik heb hem geïnterviewd in Rio de Janeiro op een congres voor onderzoeksjournalisten. En dat was een beetje een circus. Het was een beetje een circus. Kijk, als u heel goed kijkt, ziet u mij. Maar dan moet u heel goed kijken. Ik zit hier ergens. Het was alsof we Mick Jagger op bezoek hadden. Of Bono. Het was ook natuurlijk een heel bijzonder verhaal waar hij mee kwam. En al die kritische onderzoeksjournalisten die daar op bezoek waren op dat congres, die vielen als een blok voor hem. En behandelden hem als een groepie. Ik vond dat heel bijzonder. Ineens leek iedere professionele distantie ten opzichte van een collega leek weg. Van, goh, hoe heb je je werk gedaan? Nee, ik wil met hem op de foto. Heel interessant. Maar ik heb hem geïnterviewd en toen heb ik hem wel een aantal dingen gevraagd waarvan ik dacht, dat moet je ons nou toch eens vertellen. En een van de dingen die mij intrigeerde was inderdaad de verstandhouding tussen hem en die klokkenluider Edward Snowden. Je haalt nogal iemands leven overhoop als je met een klokkenluider in zee gaat, namelijk. Ik vroeg Greenwald, heb je niet geprobeerd om hem te overtuigen dat hij niet met zijn hoofd in beeld moest? It's a difficult situation because when someone like Snowden comes to you and says, not only do I know that I'm going to be discovered, I want to actually reveal myself. And his explanation was very compelling. He said, I believe that if I'm going to do something that has this profound an effect on huge numbers of people, on governments, on the world, that I have an obligation to account for what I did. Snowden voelde dus een verantwoordelijkheid om ook te laten zien wie hij was. Hij zei, als dit verhaal naar buiten komt, is het sterker als mensen ook zien wie het brengt. Is Snowden daarmee representatief voor de klokkenluider? Nee, dat is hij dus niet. Er is onderzoek gedaan, in 2001 al, maar het is nog steeds een heel mooi onderzoek, door de Universiteit Tilburg naar de klokkenluider. En dat hebben ze gedaan met behulp van vragenlijsten, een meldpunt van de FNV, het praten met mensen die mogelijk een klokkenluider zouden kunnen gaan worden en met klokkenluiders die zichzelf al naar buiten hadden laten zien als klokkenluider. Daaruit kwamen hele interessante dingen, want klokkenluiders lijken allemaal een beetje op elkaar. Klokkenluiders luiden vaak de klok om dezelfde reden, namelijk geldmisbruik, overtreding van wet en regelgeving en eventueel slechte arbeidsomstandigheden, werkdruk, onderlinge verhoudingen die niet deugen. Dat zijn redenen waarom een klokkenluider zegt, ik ben er klaar mee, ik ga ermee naar buiten. Meestal doen ze dat eerst intern. Dan gaan ze vervolgens, als ze daar geen gehoor krijgen, naar buiten en stappen dan mogelijk op de pers af. De redenen om de klok te luiden zijn vaak dat dingen dus indruisen tegen hun eigen normen en waarden. Omdat ze dus een wet overtreden zien worden. Omdat iets schadelijk is voor het imago van een organisatie waar zij trots op zijn. En denken, hoe kan dit nou? Omdat er eventueel gevaar is voor lichamelijk letsel van mensen die werken bij een organisatie. Dat is wat klokkenluiders dan doen. Dan stappen ze naar buiten, dan zoeken ze in een heel aantal gevallen uiteindelijk de pers op. Als je dan kijkt naar wie die klokkenluiders dan zijn, dan blijkt dat dus bovenmatig vaak te gaan om mannen van middelbare leeftijd. Er zijn weinig vrouwen die klokkenluiden. Hoe dat komt, daar kwam uiteindelijk het onderzoek niet goed achter. Maar het zijn weinig vrouwen.
Als we denken aan de bekendste klokkenluiders, want er zijn er heel wat uiteindelijk. Ik heb wat namen opgeschreven. In Amerika met name hadden we Daniel Ellsberg, die de Pentagon Papers naar buiten heeft gebracht. Jeffrey Wigand, die de tabaksindustrie aanklaagde, waar een prachtige film over is gemaakt. Met Al Pacino in de hoofdrol. Hoe dat nou toch komt, die onderzoeksjournalisten die krijgen altijd van die ontzettend mooie acteurs om ze te spelen. In Nederland hadden wij bijvoorbeeld Paul van Buitenen, die in 1999 een complete Europese commissie liet vallen omdat hij daar malversaties zag. We hebben Ad Bos gehad, die de bouwfraude aan de kaak stelde. En tegenwoordig hebben we er zelfs een officieel kanaal voor en dat heet Publix. Daar kunt u allemaal, als u wilt, anoniem op internet uw verhaal naar buiten brengen. Daar kan de klokkenluider echt anoniem blijven. Want dat is een van de dingen die klokkenluiders graag willen. Ik noem u nu een aantal namen, maar dat zijn de weinigen die ons hun naam hebben laten weten, zoals Snowden. Meestal zijn het mannen. Doorgaans zitten ze op middelmanagementniveau. Ze zitten hoog genoeg om veel van de organisatie te overzien, maar net niet hoog genoeg om iets aan de misstand te kunnen doen. En dan komen ze op een goed moment met hun verhaal naar buiten. Het loopt meestal niet goed met ze af. Heel vaak gaat uiteindelijk hun huwelijk naar de knoppen. Ze maken geen promotie meer. Dat is dan nog op z'n zachtst gezegd, want doorgaans vliegen ze eruit. 1 op de 10 zit ziek thuis. 1 op de 6 neemt zelf ontslag. Het zijn geen leuke verhalen. En dan ben je journalist en dan komt er zo iemand naar je toe en die zegt, ik heb een verhaal voor jou en dit moet naar buiten. Wat doe je dan? Ik heb het Greenwald nog een keer gevraagd. Heb jij niet gezegd, jongen, waar begin je aan? En toen zei hij dit. He's an adult and he does have autonomy. And, but you did try to talk him out of it. That's his right to do. And so I didn't think it was my place to talk him out of it. I thought it was my place to make sure that he had a full understanding of everything that was going to happen, and he absolutely did. It was my obligation that he had full understanding of what was going to happen to him. Ik denk dat ook Greenwald uiteindelijk toch niet helemaal heeft doorgehad wat er met Snowden zou gebeuren. Maar hij zei ook, I didn't think it was my obligation to talk him out of it. Wat vindt u? Is de journalist zijn broeders hoeder als het gaat om een klokkenluider? Wie van u vindt dat de journalist meer moet doen dan hem alleen maar die klokkenluider vertellen, je hele leven gaat eraan, jongen? Wat vindt u? Wie zegt, je moet meer doen? Ah, ik ben blij met een paar handen. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk altijd, wat? Want de rest van u zegt, nee, dit is goed. Dit is wat je moet doen. Ja? Ja, ik zie knikkende gezichten. Ja. De ellende is dat we ook eigenlijk niet veel meer kunnen doen als journalistiek. Bronbescherming is in Nederland redelijk geregeld, maar niet heel erg goed. Als je de klok wilt luiden, kun je het beste naar België, zeggen ze, want daar is de wet bronbescherming het beste. IJsland schijnt ook hoog te scoren, maar België scoort goed. Wij kunnen als journalistiek niet heel veel meer doen. En de vraag is ook inderdaad of wij dat zouden moeten. Ik vind uiteindelijk dat je hem inderdaad zeer goed moet vertellen wat er met hem gaat gebeuren. Kijk, het is met een klokkenluider zo dat jij hem als journalist vaak niet vindt. Hij vindt jou. Of zij, maar het was vaker een hij. Hij vindt jou. Als je een expert bent op een bepaald terrein, zoals Greenwald is, op het gebied van privacy, en zoals Poitras is op het gebied van privacy, dan vinden ze jou. Dan komen ze met dat verhaal en dan kun je je weinig anders dan uitleggen, time and again, en nog een keer en nog een keer. Denk erom, ik kan je beschermen, dan vertel ik jouw verhaal en dan hou ik je identiteit verborgen. Maar in het geval van Snowden, die zei, ik vind dat het verhaal er sterker van wordt als mijn gezicht eraan hangt. En dan kun je uiteindelijk niet veel meer. Je hebt wettelijk geen mogelijkheden. Moet je hem een baan gaan zoeken? Uiteindelijk heeft Greenwald voor een paar dagen een kamer voor Snowden geregeld. Zodat hij weg kon vluchten van alle pers die zich inmiddels verzameld had om dat hotel daar in Hongkong. Dat was het enige wat hij kon doen, zei hij. En hij zei daarna, het is een volwassen vent. Hij wist wat hij deed. En Snowden wist ook inderdaad wat hij deed, uiteindelijk. Als u dan uiteindelijk als klokkenluider naar mij toekomt, dan zal ik u interviewen. En dan zal ik uw verhaal vertellen. En ik zal u in het volgende college een klein tipje laten zien van hoe dat ultieme interview dan kan gaan.